Merel deed in 2021 mee aan het tweede seizoen van The Bachelor. Ze schreef zich in voor Thomas van der Vlucht. Wat begon als een grap, werd al snel serieuzer. En voor ze het wist, zat ze in een villa in Mexico. met bijna twintig andere meiden die allemaal dezelfde man gingen daten. Een heel onwerkelijke situatie en ook een broedplaats voor onzekerheid. Na een maand aan opnames ging ze er met de winst en dus met The Bachelor vandoor. Ze deed maandenlang in het geheim en Merel werd stapel verliefd. Toch gingen er al maandenlang roddels rond over vreemdgaan en uiteindelijk werd er zelfs een filmpje van een zoenende Thomas gepost door Live of Yvonne. Merel moest dus door een heel publiekelijke break-up heen gaan toen ook nog eens haar vader plotseling overleed. Hoe dit alles voor haar is geweest en wat de plotselinge bekendheid, de druk van het programma en vooral alle meningen met haar hebben gedaan, vertelt ze in deze aflevering van Endom. Merel en ik hadden zo'n mooi gesprek dat we uiteindelijk anderhalf uur hebben volgemaakt omdat ik de afleveringen puur wil houden, knip ik het liefst bijna niet. Om het overzicht te bewaren heb ik daarom deze aflevering in twee delen opgesplitst. Dit is deel 2. De spotlight stoven. De camera's stoppen met draaien. En dan. Toen werd het uitgezonden, want je hebt natuurlijk die periode daarvoor net allemaal beschreven. Ja. Maar er komt nog een hele lading bovenop op het moment dat je dus jezelf terug gaat zien. Je ja. weet dat heel Nederland meekijkt. Hoe was dat? Ja, dat, uh, dat heb ik dus als best wel nog pittig ervaren. Want uh, iedereen is natuurlijk altijd met zichzelf bezig. Ook ik ben natuurlijk met mezelf bezig. Dus het is natuurlijk heel gek dat je met die meiden, uh, kijk je dan wel de eerste twee afleveringen samen. Uh, en ik keek natuurlijk met Toe eigenlijk de aflevering stiekem al vooruit, wat ook niet mocht, maar hij kreeg de afleveringen eerder. Ja. Dus die kon ik met hem meekijken. Um, maar dat is natuurlijk gewoon heel erg gek, want je ziet jezelf voor het eerst terug. Dus wij zagen alleen de eerste twee afleveringen eerder en de rest eigenlijk niet. En je weet, je weet gewoon niet wat er van jou uitgezonden gaat worden. Dus op het moment dat wij dat zien, ziet de rest van Nederland het ook, krijgt Nederland natuurlijk een voorkeur. Uh, mensen gaan mensen leuk vinden, mensen gaan mensen niet leuk vinden. En op dat moment uh, is dat, voor mij, was ik er natuurlijk best wel veel niet in. Um, maar dan denk je ook van, oh, maar waarom zit ik er niet in? Ik wil de mensen mij ook leuk vinden. Weet je al, van daar ga je mee bezig zijn. En nou ja, voor, net zoals met volgers op Instagram en zo, wij waren er als meiden ook wel, we kunnen we allemaal zeggen, we waren er niet mee bezig. Maar het is toch een teken van dat mensen je leuk vinden. Ja. Dus je bent er wel mee bezig. Je sure, denkt van, yeah. oh, maar diegene gaat heel hard. Um, Weet je, wel, die krijgt allemaal positieve reacties. Ja. Shit, straks vinden mensen mij niet leuk. En dat is natuurlijk iets wat echt in je hoofd gaat zitten. En dat vond ik echt super intens. Vooral naarmate het einde natuurlijk van het programma. Want dan uh, is het dus niet hetzelfde als met een Love Island, waar dus mensen in een programma zitten en het wordt tegelijkertijd uitgezonden en mensen stemmen op hun favoriet. Dit is natuurlijk echt. Thomas kiest en heeft al gekozen. En dat is natuurlijk allemaal maanden geleden. Uh, heeft dat plaatsgevonden? Ja. Maar mensen denken. Oh ja, maar het is een soort van. Weet je wel, ik wil dat die blijft. Ja, maar ik ben het er niet mee eens. Ik vind dat die moet blijven. En dan denk je van ja, maar. Uh, weet je wel, het is niet jullie keuze. Het is heel anders. Het is zijn keuze. En wij kunnen daar niks ja. aan doen. Maar mensen krijgen wel. Of tenminste, worden ook een beetje geleid om mensen leuk te gaan vinden. Ja. En dat, dat wordt dan wel een soort van strijd natuurlijk. Van, oh. Maar diegene uh, wordt heel leuk gevonden en ik misschien ja. wat minder. En dat, daar maak je jezelf echt wel gek mee. Een, uh, uh, ja, dat wordt In een populariteitswedstrijd eigenlijk, hè? Ja. En hoe werd er op jou gereageerd? Nou, meestal wel positief, hoor. Maar dat kwam ook omdat ik gewoon natuurlijk echt rustig was. Dus ik was gewoon helemaal niet zo... Ja. Ik, ik werd ook niet neergezet alsof ik heel erg aanwezig was of... Um, heel erg afwezig was. Ik bedoel, uh, de meeste mensen zeiden allemaal tegen mij: oké, okay, zij is gewoon inderdaad uh, een uh, student die gewoon precies weet ja. wat ze wil, hoe ze is. En ze is gewoon gezellig en een leuk wijfie. En dat was het ook, omdat er natuurlijk niet heel veel diepgang van mij werd uitgezonden. Ja. Um, ja, en uiteindelijk was het wel van ja, zij is wel leuk, is gewoon een normaal, normale vrouw. Leuk, ziet er leuk uit, gezellig. Dus dat waren allemaal hele leuke reacties die ik kreeg. En dat ik ook als ik dat over mezelf lag, las dacht ik van oké okay, dit is allemaal uh, ja wel, wel leuk maar ik bedoel je krijgt ook natuurlijk negatieve com uh, ja commentaren en die blijven dan wel hangen natuurlijk want je kan 100 positieve reacties krijgen en één negatieve en die negatieve die blijft in je zitten I know all about it ja yeah. en hoe heb je daar tools voor gekregen om daarmee om te gaan nee. beter op voorbereid nee. nee nee dus dat komt dan heel rauw op je dak komt ik. heel rauw op ja was echt, kwam ook echt heel rauw op mijn dak maar dat was uh, qua uiterlijk, vind ik het echt totaal niet erg. Ik vind dat uh, wordt, bij mij wordt wel eens gezegd: oh, ze heeft echt een hekseneus. of uh, weet je al, uh, nou, ze ziet er niet uit, of uh, wat heeft ze nu weer gedaan? Kijk, en dat dan denk ik: oké, okay, weet je, dat is allemaal puur op uiterlijk. Dat doe je alleen maar met jezelf, niet lekker in je vel zitten. Yeah. je niet zo op mensen openbaarlijk reageren. Yeah. Um, maar als mensen gaan zeggen van... Ja, Merel is echt saai. Hij past beter bij die persoon. Of zij is veel leuker en ze is veel knapper. Dus ze past beter bij hem. Dan ga je natuurlijk echt denken van... Oh, dit, dit doet pijn. Gewoon van, Ging je je daar dan ook aan twijfelen? Ja, tuurlijk. Maar dat was niet... Kijk, ik wist natuurlijk hoe het zat. Ik weet hoe ik me over mezelf voel. En uh, ik weet hoe, zeg maar zeggen... Hoe hun band was en wat hij voelde. En ik kon natuurlijk ook best wel goed met hem over praten... Maar het gaat wel in je hoofd zitten. Je gaat natuurlijk wel een soort van nadenken van oh, maar als ik dit nu zo zie, is het dan niet zo dat zij beter bij elkaar passen. Of dat ik saaier ben. Of dat ik minder leuk ben. Of dat, uh, ja, dat ik minder knap ben. En dat het inderdaad zo is wat mensen negatief over je zeggen. Um, maar dat is natuurlijk niet zo. Maar nee. dat blijft toch een beetje hangen, denk ik. Ja. Was het dan ook gek om? Samen terug te kijken hoe hij met andere meiden op date ja. ging en hoe die toen was. Nou, ik moest er heel erg op lachen. Hij vond het, denk ik, ongemakkelijker dan ik. <laughs> ik vond het wel grappig om te zien. Uh, want, kijk, je hoort natuurlijk alle verhalen, maar je ziet het niet. En eigenlijk, tot alles wat ik zag, uh, tenminste, tot, tot mijn zoenen en zo, vond ik het allemaal niet erg. Um, maar het was natuurlijk wel dat, kijk, ik had natuurlijk uh, Maureen haar verhaal gehoord en Thomas zijn verhaal. Maar ik wist natuurlijk nooit wat er echt was gebeurd. En nu ga je dat natuurlijk zien. En dat is natuurlijk wel confronterend. Ja. Want dan denk je, ja, maar dit is jouw verhaal, dat is jouw verhaal. En ik zie het nu zelf en ik heb mijn eigen mening erover. Maar je weet ook dat wat er uitgezonden wordt, dat dat natuurlijk allemaal is gekozen door de productie van hoe gaan we het leuk en spannend maken. Ja. Dus dat is ook niet de volledige waarheid. Dus je weet niet waar je op van mag uitgaan uiteindelijk. Nee, ik nee, dus... kan me voorstellen dat je daar dan ook helemaal gek van kan worden. Ja, ja het is gewoon de, de commentaren van mensen. Uh, over wat, ja, wat zij vinden wie er beter bij hem past dat is toch best dat vond ik nog best wel pittig als het ware omdat je dan dus echt het gevoel krijgt van nu wordt het een soort van um, een strijd Dan bijvoorbeeld indigo ja, ik vind indigo zo bloedmooi qua zij is oprecht super lief super mooi uh, dat er ook mensen zeiden... ja maar zij zij moet gewoon sowieso winnen en dan zat ik verder, dat snap ik, want ze is echt beautiful. Maar qua persoonlijkheid of qua innerlijk is zij niet de beste match voor Thomas. Ja. Maar op uiterlijk, ja, weet je wel, ik had er ook op nummer 1 gezet. Maar zo werkt het natuurlijk niet in een programma voor liefde om met iemand te nou, matchen. bizar Hoe dat dan zo op uiterlijk wordt, uh, wordt afgeschoven? Afge, hoe zeg je dat? Afgeschoven. Ja. van uh, nee, want zij is knap, dus zij moet. Ja, en dan dat winnen. is natuurlijk dat, dat is natuurlijk eigenlijk wat je meemaakt het gedurende programma. Uh, dat mensen natuurlijk heel erg uh, hun meningen gaan leggen van ja maar die past bij diegene want die is heel knap en dan zijn ze samen heel knap of die is leuk en dat past en dan ga je dus echt een beetje denken van ja maar ze zenden dingen niet over mij uit hoe ik ben dus je kan niet zien hoe ik ben maar werd dat dan ook een dingetje tussen jullie dat je daar onzeker van werd mm, nee niet per se ik was wel ik was met hem wel steady um, ik werd alleen onzeker uh, bij hem over het feit dat ik dus berichten kreeg dat hij vreemd ging dat was toen al? Ja. Oh, jeetje. Dat was, dat was voor mij wel... Uh, twisten. ik kreeg niet per se berichten persoonlijk. Want mensen wisten niet dat ik had gewonnen natuurlijk. Mm. Maar er gingen gewoon roddels rond uh, van... Oh, Thomas gaat vreemd. En dan was ik natuurlijk dat ik tegen hem zei van... Hé, hey, To, ik hoor nu weer dit. Uh, is dit waar? En dan zei hij, nee, tuurlijk is dat niet waar. Maar uh, net zoals dat hij Maureen voor het een keer had gezien... en dat soort dingen. Dan ga je ook weer twijfelen. Dan denk je, ja, maar is er dan nog wel iets? Yeah. Weet je wel, uh, dat is niet per se dat ik dan totaal niet, want ik ben echt totaal niet jaloers op haar... of dat ik denk van, oh, weet je wel, ben je aan het doen? Maar wel dat je denkt van, oh, maar... heb je dan toch, weet je wel... ben jij toch op zoek naar andere vrouwen? Ben je toch bezig met ja. andere vrouwen? Um, want mensen gaan toch in je hoofd zi zitten... Mm -hmm. door dat te zeggen. Want mensen zeggen het... en ze weten niet dat ik heb gewonnen. Dus ja. zij weten ook niet dat ik met hen ben... Dus het is ook niet dat mensen dan zeggen van ik doe dit om jou te beschermen of om jou te kwetsen, maar het is letterlijk van gewoon, ik heb dit gewoon gehoord. De roddel gaat ja. dit en dit en dit. En dat gaat natuurlijk ook in je hoofd zitten. En ondertussen ben je ook natuurlijk uh, dat programma aan het zien. Zie je hem ook met andere vrouwen daten? Ja, dat, dat is natuurlijk heel heftig voor je eigen mentale gesteldheid, wel? Ja. Vond ik. En is dat dan ook waarom jij uiteindelijk de keuze hebt gemaakt om uh, even offline te gaan? Ja, zeker. Ja omdat toen was het echt dat uh, zoveel mensen die hadden een mening, zoveel mensen uh, zeiden van ja, maar dit is er gaande, dat is er gaande. Um, ik vind dit van haar, ik vind dit van hem. Dit gaat nooit werken. Er is een zes maanden contract, dat soort dingen. Weet je, wel, allemaal dat soort dingen worden allemaal maar de lucht in gegooid. Was en... er een zes maanden contract? Nou, dat hoop ik niet. Maar nou, dat weet jij niet. Nee, dat ja, is er... inderdaad iets wat heel veel mensen zich ja, afvragen. Ja, ja, ik ook hoor. Ik ben ook nog, uh, ik heb een DM gekregen van uh, iemand die ook van die juice dingen doet. En die zei: uh, Nou, lieve Merel, uh, dat zes maanden contract is echt waar. Dus ik zei: oké, okay, maar heb je bewijs voor mij? En toen was het, nee, dit is bij een van de hoge bazen. Persoonlijk gegaan. Uh, bij RTL, maar geloof maar op het woord. Ik ken iemand binnen RTL en het is echt zo. Dus ik zei: Oké, okay, maar uh, als dat zes maanden contractor is en hij krijgt er geld voor, nou uh, geef mij dan even de helft op zijn minst. Weet je wel? Van ik ben ik, ik voel me echt voor lul gezet. En inderdaad, als je het gaat narekenen, hoezo is het precies bij zes maanden? Wat, wat zit daar? Want precies na zes maanden, Nou, bijna, het was, het was net zes maanden, net iets meer. Ja, en toen? Nou, wat gebeurde er toen? Ja, hij zei opeens van, uh, ik kan niet meer. Uh, voor mij volledig uit het niets. Ja, dus ja, ik denk dat iedereen mijn reactie heeft gezien uh, online. Ja, dat is. Um... I'm very sorry, maar ik heb het er wel <laughs> ingezet. Ja, dat snap ik. Er, um, was een roddel dat er een filmpje rondging over dat Thomas is dus met iemand anders aan het zoenen was. En het eerst was het eerst gewoon alleen een roddel en toen opeens kwam dat filmpje ook naar boven. Um, nou, het was dus in het weekend. Ik heb met in het weekend een hele leuke dingen gedaan. We waren naar een soort van wijnfestival geweest. Of een, een bier. Nou, in ieder geval ergens in Amsterdam. En Superleuk. Dit was na de laatste aflevering al, toch? Ja, ja. Dus dit was echt al. Uh, dit was juni, volgens mij. Ja. Um, toen hadden we het gewoon heel leuk. Het was heel gezellig. Tuurlijk, je hebt ups en downs. Want uh, kort gezegd, ik werd ook natuurlijk onzeker van mensen die, dus tegen mij zeiden: van hij gaat vreemd. Of weet uh, je, het werkt niet tussen jullie en dit, dat is dus zo ja. Ik ben dan ook degene die dat bij hem neerlegt. Dus ik zei dan ook tegen hem, hé, hey, dit maakt mij onzeker. Hoe zit dat? Weet je wel? En dan zat hij van, ja, maar schat, komt goed, komt goed, komt goed. En ik ben daar gewoon altijd heel eerlijk in geweest. Ik zei ook van, ik wil, uh, ik wil met iemand zijn die ook met mij wil zijn. Die tijd voor mij vrij wil maken. Ik wil niet alleen maar random elkaar even kort zien. Ik wil ook dat we echt date nights plannen. Weet je wel, gewoon dat je echt tijd en aandacht aan elkaar besteedt. Ja. Uh, en ik hoef geen latrelatie, allemaal dat soort dingen ik ben daar gewoon best wel pittig in. ik ben daar ook heel eerlijk en open in en ik geef dat ook heel duidelijk aan. ja is alleen maar um, goed toch? ja en hij zei dan altijd van oké okay, weet je al uh, ik, ik ga mijn best doen want hij komt voor het nooit zo goed plannen en dan zei ik hoezo kan je niet plannen? je kan gewoon weet je wel, met mij toch iets afspreken en dan zien we elkaar ja. dat ik wilde gewoon niet een lege agenda hebben en dan een soort van met mijn vrienden dingen plannen en dan weet je wel, geen ruimte meer hebben voor hem Um, nou, dat bespraken we allemaal heel goed met elkaar. En natuurlijk, uh, ik denk dat in elke soort van relatie heb je ups en downs. Zit je zelf wat minder goed in je vel, dan zit, zit je in je relatie ook wat minder goed. En dan moet je elkaar een beetje helpen, denk ik. Um, want ik had dus wel elke keer die bevestiging nodig. Dat ik dacht van, ja, maar we zijn niet officieel. En mensen zeggen het allemaal tegen mij. Van um, waarom zijn jullie nog niet officieel? Hij vindt je niet leuk genoeg. Hij wil je niet. Wil je niet als vriendin. Zo, dat is heftig om dat heet te moeten horen van andere mensen. Dat is misschien een van de heftigste dingen die dat ik heb ervaren toen. Toen dacht ik echt van oké, okay, nu moet ik dus aan hem gaan vragen. Heet het voor bevestiging? Even wat drinken. Ja. <coughs> ik doe een beetje mee. <laughs> um, ja, dus dat is een van de heftigste dingen die ik toen heb ervaren. Dat, dat je dus echt een soort van toch gaat vragen om bevestiging... omdat die roldo's er zijn. Jullie zijn nog niet officieel, dus ze zijn niet samen. Dus uh, weet je als ze zijn alleen maar samen voor het programma. Terwijl dat was voor mij gewoon totaal niet aan de orde. Ik was echt stapel, stapel, stapel gek op hem. Maar ik wilde hem ook de ruimte en de rust geven... om het te vragen op zijn eigen manier... Maar hij had ook alleen maar lopen grappen. Ook ga je vragen in de reunie. En toen zei ik van nee, dat ga je niet doen, want ik wil wel dat het persoonlijk is. Ja. Dus het was ook niet dat we het er niet over, hadden, ja, over ja, hadden. We bespraken het wel en we wilden het ook wel. En eigenlijk heb je natuurlijk ook gewoon een relatie, want je bent gewoon samen. Ik ben meegeweest op zijn 30ste verjaardagsweekend met al zijn vrienden en familie. Dus je bent gewoon samen. Dus eigenlijk heb je al een relatie, maar je hebt het gewoon nog niet uitgesproken. Ja. Maar omdat je zo in de public eye bent, moet dat dan uitgesproken worden? Maar ja, dus um, hij zei dus op een gegeven moment van, ik kan niet meer. Toen dacht ik, nou oké, okay, dat gaan we niet doen. Dan gaan we een break doen, want ik ga niet zomaar opgeven, weet je wel. We hebben niet alles gedaan en we zijn nu net uit het programma om nu te zeggen, ik kap ermee. Mm. Dus ik zeg, ik ben er gewoon echt heel fel in. Ik zei, dat gaan we gewoon niet doen. Um, nou, zo gingen we dus die avond ook uit elkaar. Toen kwam er gelijk die week al roddels, dat hij dus naakt in een jacuzzi zat met een of andere. Miljo miljonairsvrouw of zo. En... Die heb ik even geweest hoor. Ja, vrouw. nou dat kwam dus allemaal naar voren. Dus. En dat stuurt iedereen weer door naar mij. Ja. Maar ondertussen zit ik natuurlijk in die break... Uh, en krijg je dus alleen maar van mensen allemaal vragen. En het gaat maar door. Nou, toen is er natuurlijk allemaal veel gebeurd. Is, uh, uh, bijvoorbeeld Jaël kwam naar voren over dat hij vaker vreemd ging. Um, toen kwamen er inderdaad roddels dat hij weer met iemand anders was vreemd gegaan... En toen heeft hij dat dus afgekapt uiteindelijk met uh, dat interview, uh, zullen maar zeggen, op de radio. Dat hij zei: Nee, we zijn nog aan het eten. Yeah. Dus ik dacht: Het komt goed. We gaan nog samen zijn. Hij wil er met mij aan werken. Dit komt helemaal goed. Weet je wel, happy. Weet je, ik ben helemaal blij. Yeah. Toen werd ik op maandag gebeld door een vriendinnetje. Die, die zei: Van ja, een van die roddels is waar. Dus ik zei: Hoe bedoel je? Want hij heeft dat tegen mij ontkend. Dat ik had het hem al gevraagd. Toen ja. dus zei ze: Nee, schat. Ik heb het via via gehoord. Een, een van die roddels dat hij met iemand is gegaan, is waar. Dus ik zat echt van: Ja, maar hij heeft tegen mij gezegd dat het niet zo is. Dus wat moet ik nou? Um, en toen hadden we dus een gesprek. Toen zei ik: Ik wil je zien. Uh, weet je al, ik, ik wil nog steeds dat we hier aan werken. En hij zei gewoon: Nee, ik kan niet meer. Toen zei ik: Maar ben je met iemand anders gegaan? Toen zei hij: Nee, ik ben met iemand anders gegaan. Uh, en de volgende dag. Ochtends stond dat filmpje online. Jeetje. En um, dat, ja, zoals mensen hebben gezien, ik, dat, ik brak, ik wist niet meer waar ik moest zoeken. Ik keek nooit het filmpje door en toen. Nou, je... ik, kreeg een, ik kreeg appjes van mensen, want ik zat op stage, dus het is niet dat ik aan het werk was, zoals andere mensen. Uh, ja, hebben gezegd dat ik een wortelkanaalbehandeling moest doen. Nee, ik zat gewoon op stage. Ja, ik kan hier echt de stadion uit. Ja, ik <laughs> kan niet. Nee, ik vind het echt bizar. Ik ja. zat gewoon op stage. Ik was gewoon mijn koffietje aan het drinken. Ik was helemaal niks aan het doen. We waren aan het wachten op de bespreking van uh, patiënten. Dus we waren ook echt niks aan het doen. Dus ik krijg een appje. Heb je live of Yvonne gezien? Dus ik zeg: nee, die volg ik niet. Dus uh, ik krijg het doorgestuurd. En ik zie dus Thomas zoenen met iemand. En ik krijg gewoon. DM's, appjes van mensen, alles overstroomde. Mensen die zeiden, are you okay, weet je wel, uh, ben jij dit? En ik zat echt zo, nee, dat ben ik niet. En um, toen heb ik dus hem dat doorgestuurd en zei ik, ben jij dit? En toen zei hij, denk je dat? Uh, of hij zei, wat denk je zelf? Wacht, ik moet goed zeggen, ik zei van, ben jij dit? En toen zei hij, um, wat denk je zelf? En toen zei ik van, oké, okay, maar even serieus, qua is dit nu? Ze zei, hij, ja, het kunnen ook oude beelden zijn. Toen zei ik, nee, je gaat nu gewoon eerlijk zijn. Ben jij dit? Heb je dit gedaan? Toen zei die nee, het, ja, het is wel waar. En toen, nou, ik brak. Dat is dus het moment dat... Ik kon niks meer. Ik, ik was zo boos. Ik was zo verdrietig. Ik had mezelf gewoon niet in de hand. Eigenlijk op dat moment had iemand echt mijn telefoon moeten afpakken en moeten zeggen... Meer, je gaat nu in een hoekje zitten. Je gaat even alles eruit janken. En uh, laat het los. Maar... Ik was op stage met mensen die ik ook niet goed kende, want die waren net nieuw. Hmm. Ik wist gewoon niet waar ik moest zoeken. En um, ja, ik heb toen wel met hem gebeld en uh, ik, ik was zo boos. Ik zeg, je hebt mij zo voor schut gezet met het feit dat jij gewoon afgelopen vrijdag uh, hebt gezegd dat wij nog samen zijn. En op diezelfde avond sta jij gewoon te zoenen met iemand. En je bent zelfs met mensen die dat filmen. Ik zei van, kijk, als je het doet, doe het dan dat het niet gefilmd wordt. Weet je wel, heb dan op zijn minst gewoon respect dat je, dus, aangezien je het ook aan mij ontkende dat het was gebeurd, ja. dat het gewoon niet gefilmd wordt. Ik zeg, met wat voor mensen ga je dan al om? Dat ze dit dus filmen en doorsturen. Ik zeg, dan ben je toch al zo. Nou, ik zei, sorry, als jij dat wil doen, dan ben je al niet mijn type als je met dat soort mensen omgaat. Maar ik was gewoon zo boos, verdrietig. Ja, er alles ging door mij heen. En het enige wat ik kon doen was huilen. En ik dacht ook... Nou, nu mag echt de wereld ook wel eens weten hoe kut het is. Mm. En dat wilde ik ook echt eerlijk delen. En aan de ene kant denk ik nu... Had het gemoeten. Vind ik het leuk om mezelf huilend terug te zien op tv? Of op, op, te, nou ja, op social media? Nee. nee, tuurlijk niet. Maar het was wel hoe ik me echt voelde. En mensen mogen ook wel weten dat dat ook zo'n impact heeft. Ik vind het niet iets om me voor te schamen... Dat, dat ik me zo voelde. En dat ik dat heb geuit. Want... Op social media zie je tegenwoordig alleen maar de positieve dingen. Maar je mag ook wel even zien hoe, hoe kut het is om, om je zo te voelen. Als je dus jezelf zo verschut gezet voelt. Als het ware. Ja, je zei ook in je berichtje steeds: ik schaam me, ik schaam me. Ja. Terwijl dat is natuurlijk helemaal niks voor jou om je voor te schamen. Maar ik kan het gevoel wel begrijpen. Ja. En uh, ik zag die filmpjes ook voorbij komen dat jij zo aan het huilen was. Ik brak echt. Ja. Ik vond het zo erg. En ook dat, dat het zo publiekelijk is. Ja, dat iedereen vindt er wat van. Dat iedereen heeft er al zo lang wat over gezegd. En dat is, hebt maar dat we nu moeten verdedigen. Dat is het ook. Ik, ik, had hem, ik had het zo lang verdedigd. Van nee, we zijn happy, we zijn samen. En ik was zelf ook gewoon nog zo verliefd. En dat het dan op zo'n manier dus eindigt. En ik had er zoveel vertrouwen in dat na zo'n break, dat het goed zou komen. Want ik dacht gewoon. Nou, hij heeft het gewoon, hij had het heel druk op zijn werk. Had allemaal stress. Ik denk, nou, schat. Op het moment dat jij niet lekker in je vel zit, kan je misschien ook even niet verliefd zijn. Ja. Dan, dan, als je zoveel stress hebt, dan is liefde er soms even niet. En dan komt dat daarna weer terug. Weet je, daar, daar kies je voor. Daar kies je even voor elkaar. En dan zeg je van: hé, hey, we gaan eraan werken. En ik zorg ervoor dat ik jou ook een beetje weer gelukkig kan maken. Ja. En dan komt die verliefdheid weer pff, terug. Ja. Daar geloof ik in. Um, nou ja, dat je dan dit krijgt en dat, dat, ja. dat je dan. Ja, dit allemaal zo publiekelijk hebt. Uh, vervolgens dat hij natuurlijk weer op Ibiza staat met vrouwen. En ik krijg alles maar doorgestuurd. Ja, het is. Ja, dat lijkt me ook vreselijk. Je dat denkt gewoon, gewoon echt van één inderdaad, ik heb mezelf zo lang verdedigd van nee, we zijn, we zijn gelukkig samen en we zijn samen en ik ben zo happy. En die relatie komt wel. En dan stort het echt in als een kaartenhuis. Uh, is alles natuurlijk super publiekelijk. Iedereen komt naar je toe, iedereen heeft wat te zeggen. Uh, natuurlijk allemaal tegen mij positief. Dus er is niemand tegen mij geweest... die negatief is geweest. Tuurlijk, sommige mensen hebben echt wel gezegd... achter mijn rug om... oh ja, ze stelt zich zo erg aan. Maar... Oh ja. niemand in mijn gezicht. Dus iedereen supporte me wel heel erg in mijn gezicht. Alleen, ja, het, is gewoon, het is gewoon echt niet leuk... om het op zo'n publiekelijke manier natuurlijk... Nee. door te maken, als het ware. Dan denk je, ja, dan is zo'n realityprogramma... het echt niet waard. Nee, want hij kwam... Jij kwam met je filmpjes, hij kwam met een statement. Ik kwam, ik kwam eerst met mijn post. En jij was het niet met zijn statement eens? Nee. Want zeker daar niet. stond in: wij gaan het, uh, we wouden samen wouden we dit naar buiten brengen. En toen heb jij gezegd: dat is helemaal niet waar. Nee. Dat was ook niet dat waar. Dat lijkt me ook heftig, dat je dan ook nog daaroverheen moet: soort van, dit is niet de waarheid. Ja, maar zijn statement heeft hij niet zelf geschreven. Nee. nee. Nou, lekker dan dat er nog nee. meer mensen bij komen bemoeien. Hè? Ja, nee, hij heeft zijn statement. Hij zou ook echt nooit zeggen: no to myself. Ik, ik heb hem niet meer gesproken hè, dus helemaal niet meer. ik heb hem um, sinds die dag hebben we nog, uh, dus die dag zelf hebben we gebeld, hebben we geapt, uh, en ja, ik was natuurlijk wel echt zo'n scorned woman, dus ja. uh, ik ja, was ja, boos, ik was verdrietig, en ja, heel eerlijk, ik stuurde natuurlijk appje na appje na appje, mm. want ik kreeg vervolgens ook natuurlijk in mijn inbox allemaal verhalen van mensen die zeiden, oh maar hij gaat al veel langer vreemd. oh jeetje. en dan moet je daar dus ook maar eens mee gaan dealen um, van mensen die dus allemaal zeggen, ja kijk dit gebeurt al veel langer dat ik denk, oké, okay, er, er is al op mijn hart gestaan. Nu, ja, zoals je het ziet. Er wordt even gewoon letterlijk, het uh, wordt nog net niet in de grond gevreven in het zand. Mm. Um, en dan komen er nu nog meer falen dat hij al langer vreemd ging. Ja, dat is gewoon echt niet leuk. Dus ik stuurde alles naar hem. Een beetje screenshot, nu hoor ik weer dit. Nu hoor ik weer dit. Nu hoor ik weer dit. Wat is er waar. En hij heeft gewoon niet meer gereageerd. En uh, toen ben ik op een gegeven moment natuurlijk ook gestopt met berichtjes sturen. Want ja, op een gegeven moment kap je dan ook gewoon. Ja. Um, maar nou ja, dat ik heb hem toen gewoon niet meer gesproken. Ik heb hem uh, op een gegeven moment wel gecondoleerd met zijn opa. Uh, geen reactie. Helemaal niet meer gesproken, totdat uh, mijn vader overleed. Ja. Nou, want dat je hebt nog een uh, jaar achter de rug, meestal. Ja, dat is dat wel. Is ook um, nog gebeurd. Ja. Heeft hij je toen wel uh, een bericht gestuurd? Nou, ik kreeg een, uh, ik kreeg een smsje van een nummer die ik niet kende. Ja. En um, toen dacht ik van, uh, en er stond in van. Um, Heel veel sterkte, uh, ik denk aan je en uh, ik ben er voor je als je me nodig hebt. Dus ik denk, wie is dit? Yeah. Weet je wel, ik ken dit nummer niet. Uh, maar wie zou mij dit sturen? Dus ik had het met mijn broertje erover. En ik was met mijn broertje: zei, nou, misschien is het dan een van mijn oude ex. Zo, sowieso niet dood. Want ik heb zijn nummer. Dus ik dacht, nou wat is dit? Dus ik had gewoon een appje teruggestuurd van, of een berichtje teruggestuurd van hé, hey, bedankt. Uh, ik weet alleen niet wie je bent, want ik heb je nummer niet opgeslagen. Uh, en toen kreeg ik dus groetjes, Thomas van de vlucht. Mm. Toen dacht ik, wat? Die ja, gaat nu ook nog sturen. Groetjes, Thomas van der Vlucht. Ja. Ik denk, dit is een joke. Dit is een grap. Iemand is me gewoon aan het fukken op dit moment. En toen dacht ik, dat kan ik niet hebben. Dan ben ik echt boos. Gewoon ja. als iemand me nu aan het is hiermee. Um, toen had ik hem een berichtje gestuurd. zei ik, dit is niet jouw nummer. En toen zei hij: van, Nee, dat is wel mijn nummer. Het is gewoon een ander nummer die ik gebruik voor werk. Um, maar ik wil je heel graag steunen. En toen zei ik: van Oké, okay, nou eerlijk gezegd, wil ik je steun best wel graag hebben. Want. Ik heb gewoon natuurlijk super veel gesprekken met hem gehad over mijn vader, over mijn familie, uh, over alles wat er is gebeurd, uh, omdat hij de persoon voor een best wel lange tijd was die dichtst bij mij stond. Yeah. En dat is toch anders dan dat je met je vriendinnen hebt of zo. Dus ik wilde hem heel graag spreken. En um, toen zei hij van, nou, we kunnen wel bellen als je wilt. Toen zei ik, nou ja, ik wil dat in persoon doen, want jij wil mij steunen. Jij zegt, ik wil je heel graag steunen. Dan wil ik je graag spreken in persoon, ook naar alles wat er is gebeurd tussen ons, gewoon de lucht te klaren. En uh, toen heb ik geen reactie meer gekregen. Ja, zo. Ook nog een klap te verwerken. Ja, nou, dat, Jezus, was, dat was dus wel echt uh, over, over heartbreak gesproken. De drie maanden regel is voor mij wel echt waar. Qua, na drie maanden was ik niet meer heartbroken over het feit dat ik dacht van... Uh, dit is, zeg maar zeggen... Uh, ik ben nog steeds heel verdrietig. Ik ben wel echt voor twee maanden ben ik wel echt verdrietig, verdrietig geweest over alles wat er is gebeurd. Want ik was echt stapelgek op hem. Mm. Uh, en dat doet gewoon pijn. Elke keer als je weer iets hoort. Als je weer iets ziet, Ja, dat, dat is gewoon niet leuk. En ook als je geen contact hebt, natuurlijk, is dat echt niet leuk. En ondanks alles wat er is gebeurd, voor mijn gevoelens voor hem waren er echt. Ik was echt. Uh, ik, ik hou ook nog steeds van hem natuurlijk. Um, nou ja er is natuurlijk wel zoveel gebeurd dat dat nu. Op een ander level zit. Yeah. Um, maar dan heb je natuurlijk de klap dat uh, mijn vader overleed en ik denk dat, dat die heartbreak is niks vergeleken met de heartbreak die ik had van Thomas. Yeah. Dan denk ik echt, ik kan het niet vergelijken. Het is alsof dat letterlijk niks is. En dat is echt natuurlijk gewoon, alles, alles vervalt. Je denkt echt bij alles, alles wat van, er met Thomas is gebeurd. Dat... Alles denk je nieuw, dat is allemaal weg, het boeit me echt niet meer. En wat er ook is gebeurd, uh, dat he heeft geen pijn gedaan vergeleken met dit. Nee. Maar ja, het is natuurlijk wel echt stekend dat iemand je dan zegt: van ik wil er graag voor je zijn uh, en ik wil je graag steunen en ik ben er voor je als je me nodig hebt. En dat, dat mag je gewoon niet zeggen als je dat niet meent. Nee, zeker niet op zo'n moment. En je weet echt zeker dat hij het was. Ja jeetje schat, ja, dus dat, dat is, was, uh, was heel pittig. Ja. Maar ja, nogmaals wat ik zeg van qua het verliezen van een ouder vergeleken met een heartbreak. Mm. Dus in dat opzicht ben ik er wel over in dat ik denk van ja, er is veel gebeurd, maar dat is voor mijn gevoel wel echt qua emoties veel minder erg. Ik zou me nu echt niet meer, ik zou niet meer een hoekje gaan huilen over wat er met Thomas is gebeurd bijvoorbeeld. Nee. Dat dat is echt een soort van weg. Ja, want hoe gaat het nu met je? Want het is heel recent hè. Het was vorige ja. maand dat je ja. je vader bent verloren. Ja, ups en downs natuurlijk. Ik ben natuurlijk net terug uit Bali. En uh, Bali was echt ja, een ontsnapping, natuurlijk. Ik vond Bali echt fantastisch. Maar ja, ik heb daar natuurlijk niet gedeeld met mijn problemen of zo. Ik ben daar echt gewoon een soort van uit de realiteit Afleiding, even ja. ja, uit de realiteit gegaan. En uh, nou, niet dat ik alleen maar aan het feesten was. maar... Grotendeels waren wij lekker uit eten aan het gaan en lekker aan het borrelen. Ja. Omdat dat gewoon de afleiding geeft, met andere mensen ook om je heen. Ja. Dus je wordt niet geconfronteerd met uh, je vrienden die het er misschien over hebben, uh, met dingen die je ziet, uh, die je eraan doet denken. Dus alles was een soort van um, even ja, fijn, even afleiding. Alleen wat ik wel vond, en dat vond ik echt heel heftig, wat ik dus soms vond, is dat mensen komen naar je toe op de meest. Onprettige momenten om even te gaan praten over hoe zielig ik ben. Oh, ja. Of tenminste, hoe zielig ze mij vinden. En dan denk ik echt: joh, ik sta hier gewoon lekker even met een drankje in mijn Meer hand. Meer te drinken waarschijnlijk. Ja, <laughs> een leuke avond te hebben, lekker lachen, flirten, weet je wel, gezellig doen. En dan komt er weer zo'n Nederlander naar me toe die zegt: Oh, maar ik vind het zo sterk. Want je hebt het zo zwaar gehad dit jaar. En ik heb zoveel medelijden met je. Weet je, ook die Thomas. Zo'n eikel. <laughs> en dan denk ik, ja, dat weet ik. En dan ook nog eens je vader verliezen. En dan denk ik, ik weet dat je het goed bedoelt. Maar op dit moment, weet je wel, ik doe het even niet. Ja. Ik ben ook gewoon even leuke dingen aan het doen. Ja. En dan denk je wel echt, oh god, weet je wel, even weer zo'n klap zo van bouw. Ja, even weer eraan herinnerd worden, inderdaad. Ja. Terwijl je daar dus inderdaad staat om het te vergeten even. Ja. Heftig hoor, want het is het is ook wel echt zo. Je bent in één klap echt bekend geworden, hè? omdat ja. natuurlijk een van de bekendste mannen denk ik is nu in Nederland. Ja. Het programma werd supergoed bekeken. Ja. Dus je bent echt van normale student naar superbekend mens. Uh, iedereen kent je dat. Nou, op Bali zelfs je, wordt je herkend. Ja, precies. Maar dat is het grappige, want ik voel me dus niet per se bekend. Nee. Ik heb niet het idee dat ik denk van ik ben een bekend persoon. Um, maar andere mensen hebben dat idee dus er wel. Maar dan denk ik ook van ja, maar wat? Ik zeg ook de hele tijd van je, ja, maar jongens, wat heb ik gedaan? Letterlijk, ik heb alleen bij mezelf geweest in een programma. Er is iemand verliefd op mij geworden. Nou, woehoe, wat een prestatie! Ik denk van ja, kijk, natuurlijk ja. voor jullie uh, weet jullie tenminste mensen denken dat ze je een beetje kennen. Laat ik het zo zeggen. Ja, maar dat is omdat je aan een programma meedoet als jezelf en ja. je wordt, je, je bent jezelf. Dus ja. mensen hebben het idee dat ze je kennen en ze zijn. Met je meegeweest onderweg naar ja, je liefdesreis eigenlijk. Ja, ja, dat dus ze, ze voelen zich daardoor denk ik heel erg betrokken. Maar dat is heel gek, want ja, ik ken jullie niet. Ja, precies. Dus, maar eh, mensen zijn altijd heel lief. Ik vind okay, mensen altijd. Als mensen, er is nog nooit iemand uh, naar mij gekomen die, die niet lief is. Iedereen is super lief. En ik neem eigenlijk ook altijd wel de tijd om lekker gezellig met iedereen te kletsen. Mm. Uh, maar ik moet wel zeggen dat zeker sinds het moment is dus ook van de break. En ook van. Um, van mijn vader is dat mm. op dat moment ga je echt merken van wat is de impact van dus, uh, zo'n uh, zo realityprogramma. Uh, dat er mensen allemaal maar een mening hebben en met je meeleven. En je wordt er wel constant aan, mee geconfronteerd, als het ware, of aan herinnerd. Dus mm. dat is wel dat je denkt van oké, okay, ik ben nu mijn leven aan het leiden. Maar jullie kijken ook, natuurlijk, ik deel ook zelf dingen op Instagram. En daar kies ik zelf voor. Um, maar mensen leven wel echt met je mee, hebben over alles een mening, komen naar je toe. Uh, zeggen dus van, hé, hey, dit en dat is dus zo, hoe voel jij je? En dan denk ik, ja, super lief, maar dit is even niet het moment. En ja. hoe breng je dat dan op een aardige manier? Want als je namelijk op een onaardige manier, bijvoorbeeld, zegt, hé, hey, Thanks, maar ik heb hier even geen zin in, dan gaan mensen misschien weer zeggen, oh, maar zij is zo onaardig. Dan sta je zelf bij live yvonne. Ja. ja, precies. En dan is het echt, nou, nah, die Merel, dat is zo'n bitch. Ja, dat wil je ook weer niet hebben. Nee. Dus je bent wel constant bezig van, oké, okay, uh, mensen zien mij. Mensen komen al tegen me zeggen: Ik moet aardig reageren. Ik kan niet kut doen. Weet je, of tenminste, ik kut doen. Zou ik ook niet per se doen, maar ik bedoel, bot. Ik ja. kan niet bot doen. Ik kan niet een soort van een gesprek zomaar afkappen en zeggen: Yo, hey, plei, uh, ik ben weer pleiten. Ik ga even naar de bar. Uh, dat, dat kan je gewoon niet zo makkelijk meer doen. En dat kon ik vroeger heel makkelijk. Dan was ik echt van: Joe, ik, ik ben oud. Weet je, ik doe de Houdini ja. en ik ben weg. Okay. Maar nu heb je daar veel meer een soort van rekening mee te houden. Heb je dat onderschat, wat het met je heeft gedaan uiteindelijk, je deelname? Ja, zeker. Zeker, ik heb ook heel erg onderschat ook uh, wat voor impact het nu heeft op mijn dagelijks leven. Uh, ik liep gisteren de kroeg in en uh, ik kijk iemand aan en die zegt hey, Bex." <laughs> en ik denk, ken ik jou? Uh, yeah. Dus ik zei ook, ken ik jou? Het was het? Nee, nee, nee. Maar ik ken jou wel? Ik dacht zo, oké, okay, cool. thanks. Thanks. bedankt. En dat is natuurlijk super raar. Want ja. je, bent, je, bent gewoon, je bent gewoon je anonimiteit verloren. En uh, dat is iets wat heel gek is. En waar je dus eigenlijk in je dagelijks leven, de heet het dus mee bezig bent in je hoofd. En ik weet niet hoe dat zit met mensen die uh, inderdaad zelf de tv-wereld instappen als presentator of als, um, ja, weet niet, weet je, andere dingen. Die hebben daar, denk ik, toch op de een of andere manier misschien minder last van. Of die worden er beter op voorbereid. Uh, want ja, ik weet niet, ik vind het nog best wel dat ik soms denk, jeetje, ja. Hoe, het is uh, natuurlijk ook omdat het plotseling instant fame zeg ja, maar. Ja, dat is het misschien want, ook wel. Want mensen hebben natuurlijk een acteurs, hele soort actrice die rollen ja, er een beetje in. Doen ook als je kijkt filmen, naar, oh als je dan. kijkt naar bijvoorbeeld sowieso uh, naar Thomas, uh, die hebben natuurlijk een, een weg gehad waar ze zichzelf echt, die hebben zich moeten bewijzen, dingen moeten doen. Om die bekendheid te krijgen. Ja. Ja, en wij worden er een beetje zo woe, ingegooid. Alsjeblieft, Alsjeblieft. Oh, ja. hier heb je bekendheid, geniet er lekker van. Ja, ja dat is natuurlijk eigenlijk heel raar ja. en heel gek. Eigenlijk. Ik denk dat dat het ook is omdat je geen gewenningsproces hebt eigenlijk nee. met die bekendheid. Dus het is, het is opeens is het zo. Ja. Dus, en als je daar dan niet in begeleid wordt, oh, hoe ga je best... daarmee om? Ja, nee, dat, dat denk, ja, dat is dus heel lastig. Dus ik heb ook echt wel uh, meer aangegeven aan mensen dat ik zei van hé, hey, als jullie zo'n programma gaan doen. Zorg echt even voor betere begeleiding. Erna ook. Want kijk, wat natuurlijk ook het punt is, is dat ik heb ook gesprekken gehad uh, met Thomas. Over het feit van ga je Instagram opengooien of hou je Instagram gesloten? Ja. En ik denk dat als ik dat gesloten had gehouden, was mijn leven ook heel anders geweest. Je wordt nog steeds herkend, dat gaat niet weggenomen worden. Mm. Uh, maar het gaat misschien wel sneller. In het feit dat je misschien sneller minder herkend wordt of minder uh, dat je minder relevant blijft eigenlijk. Ja. Uh, dus dat het wat sneller naar beneden gaat. Um, en ja, nu kies ik er natuurlijk zelf voor om ook uh, ja dingen te blijven delen en online te blijven. Ja. En dan ja, blijf je toch natuurlijk een beetje actief daarin. Wil je er nog wat mee gaan doen? Met je bekendheid nu, wil je het vasthouden? Wat, wat wil je nu doen? Nou, wat ik dus nu wil doen is... Ik wil sowieso gaan werken als standaard. Dat ja. is echt iets waar ik voor heb gestudeerd. Waar ik dat is je passie, weten we al. Ja, precies. Ja. Waar ik gewoon heel veel passie voor heb. En dat, dat wil ik gewoon sowieso gaan doen. Uh, ik start wel met twee dagen werken. Gewoon puur door het feit dat ik zoveel dingen moet gaan regelen. En wat ik dus wil gaan doen is... Um, ja, het is een soort van concept. We zijn er nu mee bezig. En dat is dus een soort van programma waarin ik mijn rouwverwerking uh, ga delen met mensen. Okay. Um, dus dat heb ik echt volledig zelf in de hand. Dus op die manier kan ik ook zelf bepalen wat wil ik wel laten zien, wat wil ik niet laten zien. En ik denk dat dat mij heel erg gaat helpen. En als ik andere mensen daar ook mee kan helpen, vind ik dat gewoon een heel mooi idee. Want um, er is eigenlijk over rouwverwerking zo weinig te vinden. Yeah. Zeker voor mensen bij wie dat plotseling gebeurt. Je kan er gewoon niet zoveel over vinden over wat moet je doen. En aangezien ik natuurlijk al dingen aan het delen ben en heb gedeeld, want ik voelde ook echt de behoefte dat ik het moest delen, omdat ik was gewoon aan het huilen in de trein en ik kon gewoon niet verantwoorden aan mensen. Tenminste, ik kon het wel. Je hoeft je ook niet te verantwoorden, maar nee. ik had het idee dat ik me moest verantwoorden, waarom ik aan het huilen was in de trein en dat iedereen dat kon zien. Um, dat, dan kan ik daar iets mee delen, kan ik daar iets mee laten zien en dan kunnen mensen, als ze die steun ook nodig hebben, kunnen dat dan bekijken. Ja. En dat vind ik een mooi idee. Dat ik denk van, oké, okay, ik vind vind ben er benieuwd naar mooie. hoe dat gaat. Wel spannend ook om dat zo kwetsbaar te laten zien. De lampen vallen ondertussen uit. Ja. Uh, <laughs> maar goed, ik denk dat het een hele mooie is. We doen even een switch. <laughs> Dankjewel, schat. Ik vind je heel dapper, sowieso met alles wat je doet. Maar dit gedeelte wat je dan nu weer vertelt, dat je dit kwetsbare stukje, dit pijnlijke stukje waar je nu zelf mee bezig bent, dat je dat op zo'n mooie manier wil gaan delen om anderen ook te helpen. Ja. Dat vind ik heel dapper, vind ik heel krachtig en heel mooi. Ja ik, de, ja, ik denk gewoon echt dat ik denk sowieso dat het mezelf gewoon heel erg gaat helpen. Ja. Omdat ik heel erg uh, niet precies weet wat ik moet doen om het te verwerken. Uh, want op dit moment het enige wat ik eigenlijk doe is afleiding zoeken. Ja. En dat werkt. Maar dat werkt voor de korte termijn. Ja. Dat werkt niet voor de lange termijn. En op die manier denk ik van kijk, als ik die tocht ga doen, en ik kan dat vastleggen op een mooie manier. Dan en ik help er andere mensen mee. Dan vind ik dat heel fijn. En als ik me uiteindelijk, stel ik maak dit. En ik denk nee. Dan kan ik er ook voor kiezen om het niet uit te zenden. Ja. En dat is iets wat ik heel fijn en heel prettig vind. Ja. En dat je dat gewoon zelf in de hand hebt, vind ik gewoon een heel mooi ding eigenlijk. En ja, ik ga het ook maar zien. Want ik heb in Bali heb ik ook opnames gemaakt. Maar dat is veel te intens. Daar ben ik echt bijna alleen maar aan het huilen. Och. Ja, dat is gewoon. Maar het is heel goed. Het is heel. Uh, ja, het is onderdeel van je proces. God, ja, maar, maar ik bedoel, het is ook. ook goed. het is heel. Als ik tegen jou praat, is het heel anders dan wanneer ik in een camera praat, een soort van tegen mezelf. Mm. Want dan ben je echt met jezelf een soort van, hoe voel ik me nou? Het is een soort van, kan ik echt even eerlijk zijn met mezelf? Van oké, okay, nou, ik voel dit, zonder dat je dat aan iemand vertelt die er misschien yeah. een mening over heeft. En dan heb je echt het idee van, oh nee, ik vertel het nu aan de camera en niemand hoeft dit eventueel te zien. Het is echt voor jezelf. En als ik het dan uiteindelijk wil delen, is het voor anderen, maar. Het voelt daardoor gewoon heel vertrouwd en heel fijn. Omdat je niet het idee hebt van... Oh, andere mensen uh, luisteren dit nu mee. Ja, geen druk nog erachter. Ja. Echt voor jezelf. Echt voor jezelf. Super knap. Nou, ik ben heel benieuwd. En ik hoop dat het je gaat helpen. Ja. In ieder geval. Ik ben ook heel benieuwd. Ja. Maar schat, alles ligt nog voor je open. Je bent afgestudeerd net. Ja. Dus... Ja, ik, ik kan de wereld gaan ontdekken. Ik wil ook nog veel reizen en zo natuurlijk. Ik ga met je mee. Volgende ja. keer ga ik mee naar Bali. Hoor. Ja, met liefde. Heel <laughs> leuk. Ik wil sowieso weer terug. Ja. Uh, nee, dus dat is wel heel fijn. En ik bedoel, dat is ook wel een van de dingen. Ik heb mijn tandartsdroom echt nooit verloren hierin. Qua hmm. um, het is heel fijn dat je natuurlijk op social media nu dingen kan doen. Ja. En dat je inderdaad ook een bereik hebt en dat je ook mensen uh, wat kan laten zien. Maar dat betekent niet dat ik bijvoorbeeld mijn sociale studie daardoor wil weggooien. Nee. Terwijl het eigenlijk wel natuurlijk verleidelijk is. Hè? Ja. Je kan natuurlijk heel makkelijk denken: oh, ik ga nu fulltime influencer worden. En ik ga lekker een beetje reizen en genieten van het leven. Maar ja, ik word daar denk ik niet gelukkig van. Wat goed dat je dat van jezelf weet. Ja. Heel knap. Ja. En het kan ook allebei, hè? Ja. Als je er een balans in weet te vinden, denk ik dat je echt het ideale leven te pakken hebt. Ja, dat denk ik ook. Ja, het lijkt me tot? wel heel gezellig. En ik vind tot nu toe ook uh, iedereen die ik ontmoet, iedereen is zo lief. En ook alle mensen dan in dus uh, de mediawereld, uh, alle mensen die ik dus ontmoet, die zeggen ook van ja, het is zo goed dat je uh, zo jezelf blijft. Mm. En dat zie je niet veel. En dan denk ik van oh dankjewel weet je, oh, ja, ik dat vind is dat echt zo. Ik vind dat echt Daar een compliment. Ja, en dat vind ik gewoon heel 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 lief. En dat vind ik gewoon heel bijzonder ook om te zien bij mensen. Dat ik denk van oké, okay, je moet ook maar jezelf kunnen zijn. Maar ja, voor mij voelt het gewoon normaal natuurlijk. Dus. Zou ik zou ook niet weten hoe dat is voor andere mensen die dat niet hebben. Nee. Uh, maar ik, ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die hun persoonlijke leven niet delen en alleen maar hun werk in de media doen. Ja, dus, maar jij bent bekend geworden als jezelf. Ja. Met al je, al je mooie kanten, al je minder goede ja. kanten en uh, alle liefde en verdriet. Ja. En ik denk dat, uh, dat daarom mensen ook zo gek op jou zijn. En ik snap het helemaal. Oh, en ik hoop dat je dit ook vast kan houden voor jezelf en lekker dicht bij jezelf kan blijven en blijven doen waar jij blij van wordt. Ja. Uh, en ik ga je echt, uh, echt het allermooiste. Nou, vind ik heel lief. Dan gaan dankjewel. we hem weer afronden, denk ik, uiteindelijk. Wij zitten nu... Ik ben ook al zo lang aan het lullen, sorry. Ja, we gaan nog naar Delos Doos. Even <laughs> grabbelen in de doos. Hè, luchtig afsluiten. <laughs> er zijn nog een paar korte vragen. Okay. En die, uh, die mag je gewoon kort beantwoorden. En dan uh, zijn we klaar. Moet ik een soort van doen alsof ik ga grabbelen? Nee, je mag de bovenste gewoon pakken. <laughs> Moet ik hem voorlezen zelf? Ja. Met de kennis van nu... <laughs> Welk advies zou je jezelf geven aan het begin van je deelname? Uh, ik denk letterlijk dus gewoon jezelf blijven en blijven realiseren dat het geen wedstrijd is. Het is echt op basis van iemand moet jou maar leuk vinden en met zo'n realityprogramma is dat in ieder geval zo dat je kan jezelf misschien wel anders voordoen of leuker doen of um, ja, je, je beste beentje voorzet moet je sowieso doen maar. Je kan jezelf proberen beter neer te zetten dan dat je zelf bent. Maar dat hou je toch niet lang vol. Dus ik denk gewoon mm -hmm. niet dat ik dat deed. Maar ik bedoel gewoon... Ja, toch echt bij jezelf blijven. En relax, ademhalen. Zou je mensen aanraden om mee te doen aan een liefdesprogramma zoals de nee. Bachelor? Nee. 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 <laughs> nee. Kan ik kan gaat... me wel voorstellen dat nou, dit verhaal, ja... <laughs> gaat niet werken. Nee, ik weet niet. Ik geloof er wel in dat het... Ik... Kijk, ik was echt verliefd. Ik geloof er ook honderdduizend procent in dat hij ook echt verliefd was op mij... Ik weet niet wat het uiteindelijk is wat, wat het heeft uh, doen falen. Of het bij hem uh, bindingsangst was, of dat het gewoon angst was, of dat hij gewoon echt niet meer verliefd was, ik weet het niet. Maar ik kan wel zeggen, ik ben wel echt verliefd geworden. En het kan dus wel in zo'n programma. Maar ja, wil je het per se opzoeken om met een bekende Nederlander zo te gaan daten, is het het waard? Weet het niet. Was het het waard? ik Een lastige vraag aan de ene kant: ja, want ik ben ook echt verliefd geweest. Ik heb echt liefde gevoeld. Ik heb echt uh, ja, een hele fijne tijd met hem gehad. Aan de andere kant: uh, ja, je hebt nu hele positieve dingen ook, dus dat moet ik ook zeggen. Ik heb nu ook echt de positieve kanten van natuurlijk nou, niet te bekend zijn, maar toch een beetje het bekend zijn en aan de andere kant de keerzijde natuurlijk dat je dan ook je verdriet laat zien en dat mensen daar ook een mening over hebben en mm. ook de herkenning op straat. Ik vind dat nog steeds best wel intens. Ik, ik weet niet of ik. dat het ook helemaal waard is. Dat snap ik. Ja. Ja, ja, dat eigenlijk. Nou, laatste vraag denk ik hè. Laatste vraag. Oh, sorry, laatste vraag. <laughs> Wat is je ultieme tip voor het verbeteren van je mentale gezondheid? Um, ademhalen nog steeds. Ja, ik denk gewoon echt uh, ademhalingstechnieken zijn degene di de dingen die mij het allermeeste helpen. Ik kan heel erg uh, gestrest worden en dan maak ik mezelf helemaal gek. En op het moment dat ik ga focussen op mijn ademhaling, dan denk ik, oh ja, ik ben op dit moment, ik ben hier, ik ben niet met mijn gedachten daar. Uh, het maakt ook niet uit waar mijn gedachten zich naartoe dwalen. Ik ben nu hier, ik ben nu dit aan het doen en relax en het komt allemaal wel goed. Ik denk dat je dat voor jezelf ook een beetje altijd ja. moet aanpraten, of het nou waar is of niet waar is. Als je gewoon denkt: het komt goed, dan komt het ook wel goed. Vind ik een hele mooie afsluiting. meer ja. Ik heb nog mijn ultieme mentale gezondheid tip voor jou. En dat is journalen. Mm -hmm. Ik heb een heel mooi journal voor jou gevonden. Dankjewel. Met een bedankkaartje erin. Wat lief. En dan gaan we bij deze zo afsluiten. Ik hoop dat het je gaat helpen. Moment dat je het nodig hebt, misschien kan je het gebruiken bij je verwerkingsproces. Ja. Lekker van je afschrijven, dat je uit je hoofd komt, ook weer in het moment. En dan gewoon op papier. Ja, dat ik denk het dat dat wel goed is, is, inderdaad. Gewoon alles opschrijven ja. en de tijd ervoor nemen. Ja, ook dat. Dat dat ook heel belangrijk is. Dank en tegelijkertijd ademhalen. Ja, ja. <laughs> combinatie. Ja. Nou, ik Dank wil heel je heel erg bedanken voor je openheid, je eerlijkheid. En ik vind je echt een heel mooi mens. Dank Puur jezelf. lief, grappig. En uh, ik weet zeker dat het wel goed gaat komen met jou. Jij ook. Jij bent Rijks. ook echt fantastisch. Brak. En mooi. En een powervrouw. Oh, lief. Dankjewel, <laughs> schatje. Nou, we gaan hem afsluiten. Dankjewel, schat. Yes, dankjewel. Hey, jongens. Super bedankt voor het kijken naar deze aflevering van En Hopelijk vond je het net zo interessant als ik en heb je wat bijgeleerd. Wil je nou nog meer van Merel horen? Beluister dan het hele interview op Spotify. Als je het een mooi interview vond, gooi dan even je duimpje omhoog en stel gerust alle vragen die je nog hebt. Laat me ook weten wie je nog meer wil zien. Volg mij ook op Instagram, Adelostilo, om niks meer te missen. En vergeet niet te abonneren, want ik zag dat maar liefst 90% van jullie dat nog niet heeft gedaan. Het is gratis en zo mis je geen enkele aflevering meer. Over twee weken komt de volgende aflevering online. Kun jij al raden wie het is? Dankjewel en tot de volgende. Bye!